Pascal is er klaar voor, neem ik aan. Oh, staat het te popelen? 3, 2, 1, go! Ja, ja. En Pascal heeft voor het eerst vandaag gezien wat die Wheelchair Skills Contest inhoudt. En die zegt, ik ga meedoen. Geen probleem. Kijk hoe ze dat doen. Hij is natuurlijk gewend om over de kasseien te denderen in België. Maar ja, dit zijn toch Hollandse vervelende balletjes. Ja, ja, hij heeft het tempo er goed in zitten. Daar kunnen we niks over zeggen. Ja, en als je nou denkt, die lattenbodem, wat is dat nou? Dat is heel vervelend. Dat zijn allemaal ribbeltjes met een oneffen ritme erin. Dus als je daar even niet op let, dan ben je zo je balans kwijt en sta je klem vast. Maar voorlopig zit Pascal er goed in. En heeft hij een aardig tempo erop zitten. En ook Pascal die gaat voor de laatste oprit. Ja, ja, blijf scherp, blijf zitten. Come on, over the wave. Oh, ja, daar gaat hij. Oh, naar de brug, ja. En als u denkt, waarom doen ze zo? Er zitten niet voor niets allemaal van die kleine vervelende randjes in dit parcours. Dus je wordt ook nog op de proef gesteld op je fitheid en je focus. Ja, ja, zie je hem zweten, die Pascal. Ja. En die, ja, achteruit van de trap. Hop. Yep, super. En de laatste loodjes. Come on, come on, come on. Oh, perst hij hem er nog uit. Joppe, scherp blijven, Joppe. Ja, oh. Geweldig, Pascal.